ik ben terug in de legendarische divisie in Clash of Clans. Maar ik ben hier niet om te pushen, ik ben hier juist om te farmen. Niet alleen is de loot hier geweldig, maar er is ook nog een ander groot voordeel. En dat ga ik jullie deze video laten zien. Hallo allemaal, welkom terug bij deze gloednieuwe video. En zoals ik al zei, zijn we terug in de legendarische divisie in Clash of Clans om te farmen. En niet om te pushen. Zoals jullie misschien wel al weten, ben ik al vaker in Legend League geweest. Mijn personal best is bijna 6000, er net onder met 5972. Maar we gaan hier voor de rest van het seizoen zitten farmen, want de loot is hier natuurlijk gewoon super goed. Zoals jullie kunnen zien zit mijn goud al volledig vol en mijn elixir zit ook bijna vol. Mijn dark is wat leger, omdat ik net een upgrade heb gestart hier in het dierenhuis. Maar ik ga jullie laten zien hoeveel loot er hier te verdienen is. Maar ook één ander groot voordeel. Maar eerst en vooral zou ik het super tof vinden, moest je alvast even een like kunnen achterlaten. Voor jullie duurt het maar een seconde om even op die knop te drukken. Maar voor mij zit hier heel veel tijd in, dus ik zou het echt enorm waarderen. Maar eerst en vooral laten we eens kijken hoe Legend League precies werkt. Want er zijn misschien mensen die dat nog niet weten. Als je eenmaal boven de 5000 trofeeën zit, dan moet je niet meer naar een base echt zoeken. Want je krijgt sowieso gewoon 8 aanvallen maximum per dag. En daar kom ik later nog op terug. Maar je krijgt dus 8 aanvallen. En zodra je hier op tegenstander zoeken drukt, krijg je automatisch en meteen eigenlijk een base. Dus je moet niet 5 minuten zoeken. Nee, je krijgt gewoon meteen een base. En die base zal ook een specifiek aantal loot hebben. Dus ze hebben bijna allemaal evenveel loot. We zullen zo meteen zien hoeveel dat precies is. Maar het is dus altijd redelijk wat. Dus je moet niet skippen door bases met 200.000 of 300.000 loot. Nee, je krijgt meteen bases met heel wat loot. Een ander iets is dat je ook maximum maar 8 verdedigingen krijgt. Dat kun je hier zien bij het gevechtslogboek. Ik ben vandaag maar 2 keer aangevallen geweest. En ik heb zelf maar 2 aanvallen gedaan. En in totaal heb ik nu plus 17. En gisteren heb ik plus 14 gehad. En ik heb zelfs maar 2 keer aangevallen. Dus ik heb niet al mijn aanvallen gebruikt. Maar om te kijken hier bijvoorbeeld. Dit is de sterbonus van Legend. Het is meer dan 1 miljoen van elk. Met redelijk wat dark. Maar natuurlijk moet je nu ook deze grondstoffen kunnen farmen. Deze gems, die edelstenen voor hier de heldenuitrusting. Dus dat is natuurlijk een mooie bonus. Maar nog iets belangrijks om naar te kijken is de divisiebonus. En dat krijg je per aanval. Niet elke 5 sterren. Maar per aanval krijg je nog eens 340.000 bovenop je loot dat je krijgt van de aanval. Dus dat is ook een grote bonus. Maar we gaan eens kijken nu. Zoals jullie kunnen zien, bij mijn aanvallen krijg je standaard 650.000 loot per aanval eigenlijk dat je doet. Soms als het een iets lager stadshuis is, zoals deze, volgens mij was dat een stadshuis level 14 inderdaad, dan krijg je maar 540.000. Maar kijk, dat is dus voor mij het grootste voordeel van Legend League. En dat is dat je dus eigenlijk gewoon meteen een aanval krijgt met goede loot. Ik kan dus heel snel tussendoor eens een aanval doen, puur omdat ik niet moet zoeken. En ik moet ook geen troepen verspillen of tijd verspillen aan een aanval zonder loot. En daarom stel ik voor dat we nu meteen in een aanval gaan om te bevestigen wat ik nu al heb zitten zeggen. Dus eigenlijk krijg je bijna 1 miljoen loot per aanval dat je doet als je een 3-ster haalt. Dit is nu toevallig wel een heel sterke stadshuis level 16. Dat is natuurlijk het nadeel van in Legend zitten. Je krijgt vaak wel een redelijk sterke base tegen je, zeker als lagere stadshuislevels. Maar ja, kijk, we hebben nu een stadshuis level 16 gekregen. De loot is 650.000 van elk en maximum 40 trofeeën. Nu gaan we hier proberen een mooie aanval van te maken en zoveel mogelijk van die loot te pakken. Dus wij gaan via boven aanvallen met onze loons en hier onze blimp ook. En we gaan hier snel op tijd die Warden Ability gebruiken. En we gaan hier nu Clonespreuk gebruiken. Die is gevaarlijk. Die archers leven nog prima. Nu moet ik wel even beginnen timen. Die spreuk placement is namelijk heel belangrijk dat ik even de timing daarvan goed heb. Want anders mis ik namelijk heel wat kans op meer loot. En nu gaan we hier proberen 2 air defenses uit te schakelen met mijn queen. En het lukt heel erg netjes. Dus nu gaan we hier met de king hopelijk een beetje kunnen tanken voor de queen. En wat gaan we doen met onze warden, of onze royal champion, die zetten we daarin. En we gaan in tussentijd gewoon langs dezelfde kant proberen te gaan met onze andere troepen.
En nu moeten we dus zoveel mogelijk loot proberen te krijgen hier. We gaan hier dus daarom ook een draak hier inzetten voor deze storages. En ja, kijk, we hebben nu al meer dan de helft van het goud gepakt. Ver, ver boven meer dan de helft eigenlijk. Dus dat is al een mooie bonus. En we gaan hier binnenkort onze King Ability ook gebruiken. Want die zit daar eigenlijk te niets in het midden. Dus we gaan hier nu naar binnen gaan proberen. En proberen zo diep mogelijk in de base te geraken. Maar kijk, we hebben al het goud al gepakt. Daar hadden we nu jammer genoeg niet zoveel aan. Want onze storages zaten al vol. En we laten hieronder jammer genoeg wat elixir liggen. Maar deze video was eigenlijk meer om gewoon jullie te laten zien hoe ik farm in Legend. Want ik vind het zo'n groot voordeel dat ik gewoon één keer druk op die zoekknop en boom. Ik heb een fantastische base met veel loot. En ik moet niet veel tijd verspillen aan het zoeken en evalueren of dat mijn tijd waard is. Nu hebben we in dit geval jammer genoeg niet al te veel elixir kunnen ervan pakken. Maar als je dan nog eens de bonus erbij neemt, moet je eens berekenen hoeveel dat je hier in totaal kunt krijgen. Want ik heb hier dus bijna 1 miljoen goud uit deze aanval gekregen. En ook nog eens 10.000 dark elixir. We hebben ook onze sterrenbonus ontvangen. Dus dat is altijd mooi meegenomen natuurlijk. Maar ja, natuurlijk een van de nadelen is dat je maar 8 aanvallen per dag hebt. Dat is een eerlijk tegenargument als je denkt van ik val meer dan 8 keer per dag aan. Maar voor mij eigenlijk is het juist een voordeel. Als ik namelijk niet in Legend zit, dan val ik meestal maar rond de, ja, wat is het, 50 tot 80 keer aan per seizoen. En een seizoen, dat is ongeveer 30 dagen hier. We zijn nu op, we hebben nog 13 dagen te gaan. Maar dan val ik meestal maar 50 tot 80 keer aan per seizoen. Terwijl ik als ik in Legend zit, ook al heb ik maar 8 aanvallen per dag, ik ben gelimiteerd in mijn aanvallen, doe ik meer aanvallen gemiddeld. Ik moet zorgen dat ik dus in Legend blijf en dat ik hier een positieve balans heb en dus bijvoorbeeld niet moet zorgen dat ik niet onder de 5000 zak, doe ik vaak meer aanvallen. Ook moet ik dus inderdaad, zoals ik al vaak gezegd heb, niet meer naar een aanval zoeken. Ik krijg meteen een base. Dus het kost me minder tijd om een aanval te doen en ik wil in Legend blijven, dus ik voel me meer geneigd om vaker een aanval te doen. Ik heb het ook snel even berekend. Als jij elke dag alle 8 aanvallen doet in het seizoen, dan kom jij aan 240 aanvallen per seizoen. Dat is echt superveel. Dus je zou ook maar de helft van al je aanvallen kunnen doen, 4 keer per dag. En dan heb je alsnog 120 aanvallen per seizoen. En dan kan ik je garanderen, mensen, je hebt nog altijd volle storages, al je builders die bezig zijn. En dat is eigenlijk waarom ik zo graag in Legend farm. Het is gewoon zo handig. Dat is eigenlijk het sterkste voordeel. Het is gewoon zo handig. Laten we snel nog een keer een tweede aanval doen. We hebben clantroepen gekregen. Dus die super archers zijn dus enorm belangrijk. Zoals je kunt zien zijn ze nu maar level 10 in plaats van een max level 12. Dus als er weer 2 reuzenbommen exploderen, zoals daarnet, dan gaan deze archers dat niet overleven. Dus we moeten hier echt hopen dat, dat er geen reuzenbommen liggen waar dat wij die blimp gaan droppen. En het wordt meteen gevaarlijk, want ik zie hier namelijk 2 poison spreuken. Poison torens, moet ik zeggen eigenlijk. En die zijn super gevaarlijk voor deze aanval. Maar we gaan het gewoon proberen. We gaan zien hoe dit gaat. Ik ga proberen mijn blimp hier tussen te droppen. Maar hopelijk niet te veel last van reuzenbommen. Maar laten we gewoon proberen. We gaan wel even de juiste siege machine pakken, want dat zou een probleem zijn. En we gaan er hiervoor. We gaan met de ballonnen hier. En we gaan met de blimp hier. En de warden gaat vooruit. Prima. We willen natuurlijk zorgen dat we de warden ability op tijd gebruiken. En we gaan hier nu onze dingen activeren en we gaan weer tellen. Tot nu toe goed. Het stadshuis is nog niet neer, maar dit gaat wel neer. Dus dat is het belangrijkste. Stadshuis en Mononiet zijn neer. Nu moeten wij hier proberen een goede Queen Ability te doen. Maar dat gaat heel lastig zijn om hier een goede angle te krijgen eigenlijk. We gaan het gewoon proberen. Maar ik heb het gevoel dat de Queen niet op de Air Defense gaat afgaan. Ja, dat had ik al verwacht. Jammer genoeg. We gaan hier nu met de King proberen te tanken. We hebben natuurlijk nog de Royal Champion. En dan gaan we hier nu gewoon proberen zo snel mogelijk hier deze Air Defense uit te schakelen. En dan gaan we zien hoe dat deze aanval verder nog verloopt.
We gaan de Warden of the Royal Champion ability gebruiken. Die gaat hier met de Hawk Riders hopelijk nog redelijk wat damage aanrichten. En kijk mensen, ik denk dat we hier bijna een 3-ster in de pocket hebben. Want we hebben nog bijna alle draken die leven. Air defenses zijn neer, stadshuis is neer. Dit kan het gevaarlijkste zijn, dat zijn die poison spreuken. Die zijn echt heel erg gevaarlijk als ze op de draken gaan. Maar dat lijkt nu geen zo'n groot probleem. Want we hebben hier namelijk nog heel wat troepen die leven. En weinig gebouwen die nog veel problemen kunnen veroorzaken. Dus kijk, we hebben hier een mooie 3-ster binnen. En als we zo meteen gaan kijken naar hoeveel loot we hier van gekregen hebben. Dan is het ruim 1 miljoen, denk ik, in totaal van elk. Zonder dat ik echt veel moeite heb moeten doen naar het zoeken. We hebben hier 620.000 van elk gekregen. Plus 340.000 bonus. Kijk, dat is wat ik gewoon nodig heb. Ik druk op aanvallen en voilà, we hebben gewoon meteen heel wat loot. Gevechtslogboek ziet er goed uit. We staan momenteel dik in de plus. En ja, mensen, heel erg bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Laat zeker even een like achter en vergeet niet te abonneren. Ik heb heel wat leuke video's voor jullie klaarstaan. Voor de rest, kijk gerust naar de andere video's die al op het kanaal staan. Bij de outro die zo meteen gaat spelen, krijg je een paar video's recommended. Dus als het je interesseert, klik er zeker op. En voor de rest, zie ik jullie hopelijk weer terug bij de volgende video. Later mensen.